te kijken naar al dat nieuwe materiaal. Maar we hadden het net over een vreemd cijfer dat morgen in de kranten zal staan. Morgen in het laatste nieuws. Een onderzoek naar smartphonegebruik en liefde en invloed op elkaar. En die liefde, daar komt natuurlijk ook seks bij kijken. En blijkt dat dus heel veel mensen, 2/3 van de mensen, zijn gsm niet uitzet. Of op stil, hè. Tijdens de daad. Ja, ja. Dus dat die meldingen maar blijven binnenkomen en dat er dus eventueel ook kan opgenomen worden. Echt, waanzin. Ik durf nu eigenlijk met niemand meer te bellen, want het zou kunnen dat die bezig zijn aan de daad. Op dit moment kan, hè. Ik ga het toch voorzichtig proberen. Gregory, goedemorgen. Goedemorgen. Kan je heel eerlijk bevestigen dat je op dit moment niet bezig bent met onreine zaken? Dat kan ik bevestigen, ja. Oké, dat is goed. Dat is een gerustgesteld. Maar heb je het ooit al meegemaakt dat je in the heat of the moment plotseling een telefoontje krijgt en denkt van, goh ja, wacht, even, ik ga dit even oppakken. Is dat ooit al voorgevallen? Dat is al voorgevallen, ja. Tja, Gregory. Maar wat moet die vrouw nu denken, Gregory? Allee, plaats mij nu in het standpunt van de vrouw. Er is niks erger dan een man die een oppakt en een gesprek voert. Of had je echt een gegronde reden, vind je zelf? Ik had toch wel een half gegronde reden, volgens mij. Een half gegronde? Vertel. Ja, ja, vertel. Ja, ik zat bij mijn voormalig lief toen en ik zat zonder vervoer, dus mijn pa ging mij komen ophalen. En ik wist niet wanneer dat was. Dus, nee, Gregory, ja, echt waar. We dachten... Is dat uw half gegronde reden? Dat is zelfs niet een vierde gegrond. We hebben nog tijd en ja, in the heat of the moment, ja, mijn pa belde, dus... Ik heb rustig opgenomen. Dat is niet in de buurt van gegrond. Gegrond is zelfs niet zichtbaar, zover ik probeer mij dat gesprek even in te beelden. Je zegt... Pa, nog even wachten! Even nog! Dat gaat toch niet? Ja, eigenlijk ging het er redelijk zo aan toe. Ik heb gewoon opgenomen. Ik zei... Ja, pa, kunnen nog een half uur of zo blijven wachten? Alleen een half uur toch ook met wat zelfoverschatting bij. Nee, Gregory. Maar dat gaan we nooit meer doen, hè? Ik kan niet beloven. Hij kan niet beloven. Oké. Okay. Nee, als dat de manier is hoe jij in het leven staat, Gregory, moeten we daar respect voor opbrengen, natuurlijk. Merci dat we jou mochten bellen, in elk geval. Ik vind het hallucinant. Ik weet niet hoe ik dit ga verwerken. Maar je bent niet de enige. Dat is heel erg duidelijk aan de cijfers. Dus kijk, trek het je niet aan en maak er een mooie vrijdag van. Dank, Gregory. Zeker en vast. Salut. Salut en bye-bye.